Goedemorgen, het is 9:15 en ik ben eruit. Ik heb me vannacht gigantisch misdragen, want ik heb mezelf helemaal open zitten krabben. Echt, en ook hier. Dat is dus als het kouder wordt, dan krijg ik overal een droge huid. En dan komt eczeem heel snel terug en niet meer beter insmeren. Echt, nu is het nog te doen, zeg maar. Nu is het eigenlijk alleen in mijn, Hoe noem je dit? Ik weet het echt niet. Maar oh, nu zit het alleen nog daar. Dus ik moet wel zorgen dat ik het dan nu gelijk even insmeer. En ik zie het ook heel erg aan mijn hoofd. Kijk, het is echt heel erg... Het staat op het punt om echt een eczeemuitbarsting te worden. Dus ik ga mezelf beter insmeren. En ik moet vandaag werken. Ik heb het nog niet verteld, volgens mij. Maar deze week werk ik dus maar 3 dagen. Omdat mijn scriptie bijna klaar of af moet zijn. Tenminste, ik moet hem maandag inleveren voor proefversie. En dan 8 februari voor de officiële. En ik wilde gewoon iets meer werk hebben. Zodat ik iets meer tijd hebben. Zodat ik zeker weet dat alles gaat lukken. En het ziet eruit dat het gaat lukken. Maar het is wel een goede beslissing geweest. Alleen, het jammer is dat ik dus elke keer met Birdie naar school ga. Wat helemaal niet jammer is, want super leuk. Maar ik kan niet uitslapen. En ik wil zo graag uitslapen. Maar ja, geeft niet. Als mijn scriptie klaar is, dan ga ik echt 2 weken denk ik alleen maar relaxen en niks doen. Ik ga me even aankleden. Ik heb weer een poging gedaan tot een nette outfit. Maar ik weet niet. Inspiratie is echt op. Kijk nou. Poes vindt het helemaal lekker. Lekker, lieverd. Lekker aaien. Poes ligt op het schaap. Dat is echt een wonder, want hij had echt een hekel aan het schaap. Hij zat dat echt constant helemaal te ontwijken. Echt, ik zit gewoon vet ongezond een lolly te eten. Ja, het is vreselijk, maar ik zag hem liggen en ik had er zin in. Ik ben me nog aan het opmaken. Mijn haar is ook echt weer zo sluikerig als het maar kan. En ik heb me dus even ingesmeerd met hormoon zelf. Deze kant ook, want hier zit een beetje. En dan ook bij de polsen. Hoe heet dit, jongens? Hoe heet dit? Het is zeg maar de knieholte van je armen. Armholte? Heet het armholte? Ik zit er echt al de hele tijd over na te denken hoe het heet. Nou, ik ga hem even verder opmaken. Trouwens, een update over de nagellak. Hij zit er nog helemaal op, behalve... deze duim is een heel klein stukje af. Zie je dat? Echt in het hoekje. Maar verder zit hij er nog perfect op. En dat is al helemaal een wonder, want ik ben dus de topcoat vergeten aan te brengen. Dus lekker handig, maar niet heus. Maar zelfs zonder topcoat zit hij er al een hele dag op. Dan ben ik benieuwd hoe het vandaag gaat. Want vandaag ga ik natuurlijk wel een beetje met water en de vaat aan de slag. Maar we gaan het zien. Straks morgen of vanavond weer een update. Ik ben helemaal klaar. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb dit jasje aan met leren details. Die is van de H&M vorig jaar. Nou, hou op met overbelicht zijn. Ja, ik heb een shirtje onder. Die is van de Zara. Die heeft hier zo'n doorzichtig gedeelte. En dan een lerenachtige broek. En de schoenen die ik altijd aan heb. Want het zijn de enige hakken waarop ik het zo lang volhoud. En een horloge. Mode must haves. That's it. Dus ik ga er vandoor. Kijk hoe koud het is. Er zijn allemaal ijs op de auto's. Dus ik heb een muts op. Ik heb mijn handschoenen mee. Het is gelukkig echt maar 5 minuutjes fietsen. Maar ik hou van sneeuw. Maar ik hou niet van koud. Dus dat is echt... Wow, wat een raar beeld weer. Soms denk ik dat ik iets moet doen aan de belichting op mijn telefoon. Ik zou heel graag een vlogcamera kopen. Maar die dingen zijn zo duur. Maar het is wel iets wat nog op mijn lijstje staat om een keer te doen. Ik ga van door de van tussen. En dan zie ik jullie over een paar uurtjes weer. Ik sta voor de Albert Heijn. Ik ben klaar met werken. Het is gewoon nog licht buiten, jongens. Ik ga even snel boodschapjes doen. Kijken wat ik vanavond wil eten. Nick antwoordt niet. Ik dacht ik laat hem kiezen. Maar dat is dus ook niet echt een optie. Ik weet het niet zo, jongens. Ik haal gewoon voor pasta en voor Hollands. En kijk wel wat vandaag en morgen wordt. Ik ben thuis en alle boodschappen zijn er. Ik heb echt
Ik heb me echt misdragen. Echt serieus. Het is echt niet gezond. Maar ik dacht, oké, weet je, ga gewoon alles kopen waar je zin in hebt. En dan kun je dat morgen meenemen naar school ook. Het is gewoon nog even knallen. En ik wil mezelf gewoon een beetje belonen voor het harde werken voor mijn scriptie. Dus ik ga even laten zien wat ik gekocht heb. We beginnen in de gezonde hoek. Ik heb 3 keer avondeten. Ik heb 1 keer witlof met ham en kaas. Met Gordon Bleu's. En aardappels. Ik heb ook 1 keer pasta spullen. En ik heb ook 1 keer tomatensoep. Even kijken, ik heb hier goedemorgen voor Nick, zonnebloemolie, yoghurt, framboosdrink voor mij, pesto met stokbrood en melk. En dan hier nog voor Nick beleg voor het brood. Dan komen we in de ongezonde hoek, minder tomaatjes. M&M's, de blauwe, voor Nick. Ik moet hem ook een beetje meenemen in dit festijn. Gevulde koeken en van die worstjes. Lion, daar zijn er gewoon echt al 2 uit. Die heb ik gewoon onderweg naar huis op zitten eten. Bananen-eclairs. Ik ben heel benieuwd hoe die smaakt. Die ga ik echt zo gelijk nemen. Oranjekoek. Dat is iets wat uit Friesland komt. En mijn opa is Fries. Dus ik kreeg dat vroeger altijd heel veel. En ik was heel benieuwd of dit hetzelfde smaakt. Maar misschien ook wel helemaal niet. Dan heb ik hier nog een bolletje. Van die, hoe noem je dat eigenlijk? Nou ja, dat zijn van die lange chocoladestengels. En dit is met hazelnoot. De Super Chips, naturel. En als laatste de Oreo White Choc. Deze zijn echt goddelijk. Gelijk een update over mijn nagels. Deze is er al af. En scherp stellen. Sorry. Nou, je kan het niet zo goed zien. Maar ze zijn echt al gehavend. Het is niet meer mooi. Ik moet het er echt afhalen en dan bye bye. Ze zijn nog helemaal rode handen van de kou. Terwijl ik wel handschoenen aan had. En nu is het dus wachten op Nick en dan mag hij kiezen wat we eten. Het verstandigste zou zijn als hij soep zou kiezen, want ik heb nu stokbrood en pesto en dat kun je natuurlijk eigenlijk niet bewaren. Maar ja, daar had ik ook gewoon zin in. En als ik kijk waar ik het meest zin in heb, dan is het uiteraard pasta. Maar het maakt me niet zo heel veel uit, want ik heb zoveel lekkers gekocht waar ik ook echt... Ik ben echt van plan om heel vol te vreten de komende paar dagen. En ik ga nu beginnen met die bananen-eclairs. Tjoekot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 jo
Dit is echt wat ik ervan hoopte. Het smaakt echt naar banaan. Oh, dit is echt... €2,80. Best wel duur. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 10. 28 cent per stuk. Valt nog wel mee. Het is wel echt zo lekker. Ik neem er nog eentje en dan hou ik op, want ik moet wel eten zometeen. Gisteren had ik ook al die zak chips op zitten vreten voor het eten. Maar ik heb ook mijn avondeten nog opgegeten, dus wat dat betreft. Poesje heeft mij gemist. Hij was me net de hele tijd heel lief kopjes aan het geven. Precies als dat wil filmen. Slaat hij gewoon zijn staart in mijn gezicht. Ja, ik vind jou ook lief. Ja, doe je mij kusjes geven? Voor het eerst witlof. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb dus even een YouTube filmpje gekeken. Het schijnt dat je die dingen open moet snijden en het binnenste eruit moet halen. Want dat is heel bitter of zo. Dan ga je ze koken. Daarna wikkel je ze in ham en in kaas. Nou, op hoop van zegen. Ik zit nu dus dat filmpje nog een keer te kijken. En volgens mij gaat het hier al mis. Want het moet dus een soort kaassaus worden. En niet gewoon kaas. En zij doen het met iets van crème fraîche of zo. Maar ik heb dat niet. Dus ik ga ze gewoon in de... Ik denk maar in geraspte kaas eroverheen doen of zo. Dit wordt een groot drama. Ik heb het echt al helemaal door. Heel veel boter, heel veel kaas. En dan maar hopen dat het goed komt. Dit is het dan. Het veel boter. Misschien had het nog iets langer onder de grill gemoeten. Ja, gaan we het zien.
ik het nou op de borden gaan krijgen? Scheppen. Scheppen. Daar gaan we dan. Het ziet er best goed uit. Oh. Het is hier gewoon een beestenbende. Beesten tussen haakjes. Beesten tussen haakjes? Hoezo? Ik zit op bed en ik ga lekker slapen. Ik wil trouwens nog even die doekjes laten zien waar ik dus over had. Waar ik echt problemen van heb gehad. Ik heb ze nu 2 dagen niet gebruikt en mijn ogen zijn echt al gelijk veel beter. Dit zijn echt doekjes die niet goed voor je zijn. Want er reageerde dus toevallig iemand onder mijn Primark, whatever shoplog. En die zei ook van, ik heb zo'n last gehad van die doekjes. Mijn hele ogen die waren helemaal aan het branden. Nou, dat had ik dus ook. Dus die roze doekjes. Even kijken hoor, het staat erop. Voor sensitive skin ook nog, weet je. Voor gevoelige huid. Nou, ho maar. Echt niet normaal. Ik krijg er zo'n last van. Echt zonder dat ik ze gekocht heb. Ik ga ze ook niet weggeven of zo, want ik wil niet... Kijk, ik heb echt een gevoelige huid. Dus ik reageer er wel snel op. Maar... Ja, ik wil niet risico lopen dat iemand anders er ook last van krijgt door mij. Het is vroeg. Het is 10:30. Maar ik dacht, weet je, ik ga gewoon naar bed. Ik heb nog mijn interview uitgewerkt. Mijn laatste, misschien laatste interview dat ik nog moest doen. En de witlof was trouwens echt lekker. Ook al was het geen kaassaus of zo. Het was gewoon echt wel heel lekker. Vond het echt een succes. Ga het nog wel een keertje doen. Misschien dan wel met een echte kaassaus. Al vond ik juist dat het echte kaas was ook niet verkeerd. Nou ja, moet het gewoon een keer proberen. Maar ik vond het wel leuk om weer eens nieuws uit te proberen. Weet je, sinds ik uit huis ben probeer ik steeds meer zelf dingen te koken en te doen. En mijn moeder is echt een keukenprinses. Die kan echt... Die bedenkt zelf dingen, zeg maar. Nou, dat kan ik niet. Echt niet. Maar ik vind het wel leuk om steeds iets meer te proberen. Morgen gaan we bij mijn papi en mami eten. Dat vind ik ook heel leuk. En ik ga met Birdie naar school. Bedankt voor het kijken. Welterusten. En tot morgen. Goedemorgen. Het is 9:30 en ik zit op de bank. Ik ga me even opmaken en kijken of ik nog iets kan.